Vanavond in KRO Brandpunt. Schadevergoeding voor een verloren jeugd. Een unieke aanklacht tegen jeugdzorg. Het verhaal van Ramzi. Jarenlang ten onrechte opgesloten tussen zwakbegaafde kinderen. Wij hebben nou eenmaal het label zwakbegaafd op deze jongen geplakt. We halen het er niet meer af. Dat zien we helaas vaker en die labels die worden wel erg snel geplakt. Wel, volgens mij is het wel deze kamers. Er was een kwijlende kind met een grote luieren aan. Er was nog een andere kind die zat ook te kwijlen. En er waren nog twee andere kinderen die konden een klein beetje praten. En er was nog één Somaliër. Die was autistisch en die speelde de hele dag met zijn geslachtsdeel. Je hele jeugd opgesloten zitten tussen zwakbegaafde kinderen. Weten dat je daar niet thuis hoort, maar niemand die naar je luistert. Het huiveringwekkende verhaal van Ramzi Chafdar. Ze zeiden allerlei dingen tegen mij. ODD, verstandelijk gehandicapt, zwakbegaafd. En het ging één oor in en de andere oor ging het eruit. Ramzi kwam onder toezicht van de staat, werd opgesloten in een instelling omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Dat overkomt tienduizenden kinderen in ons land, vaak met ingrijpende gevolgen. Maar levenslange schade, gewoon een trauma voor je hele leven. Aan het eind van dat traject staan die kinderen wel onthand in het leven. Falend toezicht op kwetsbare kinderen. Voor het eerst in Nederland wordt jeugdzorg aangeklaagd voor een verloren jeugd. Je kan hier een aantal gezinsvoogden ernstige verwijten maken omdat ze tekort zijn geschoten in hun werk. Het is gewoon een gevangenis, een jeugdgevangenis, dacht ik. Ik ben al veroordeeld zonder dat ik iets heb gedaan. Wij hebben nou eenmaal het label zwakbegaafd op deze jongen geplakt. We halen het er niet meer af. Dat zien we helaas vaker en die labels die worden wel erg snel geplakt. Als je het op macroniveau bekijkt, vind ik dat het ongelooflijk misgaat. En aan deze jonge Ramzi zie je hoe mis dat kan gaan. En we moeten ons realiseren dat dat geen uitzonderingen zijn. Ramzi Chafdar. Nu 19 jaar. 10 jaar lang woonde hij achter de hekken van verschillende instellingen voor zwakzinnigen. Onder toezicht gesteld van de overheid. Ja, ik denk als Beppe niet was geweest, dan zat ik nu kwijlend nog steeds in de instelling. Dan had ik een kleed mee en dan gingen we daar zitten. En dan had ik allemaal knutselboekjes voor je gekocht. Beb Weteling, Ramzi's reddende engel. Beb leerde Ramzi kennen toen hij 8 jaar was. Ze werkte toen voor de instelling als persoonlijk begeleidster. Ze heeft als enige vanaf het begin twijfels over de diagnose. Ramzi zat tegenover mij en ik keek zo naar hem. De helderheid, ik dacht bij mezelf, ik kan me toch helemaal niet voorstellen dat hij zwak begaafd is. Ik dacht, het is gewoon een intelligent jongetje. Een intelligent jongetje dat moest blijven wonen tussen verstandelijk gehandicapten. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Het antwoord zit in dit dossier. Onderzoeksrapporten, rechtbankverslagen en zelfs het rapport van het consultatiebureau. Het geeft een compleet en onthutsend beeld van de jeugd van Ramzi. Oh ja, hoe ik vroeger was. Toen was je nog thuis, bij je moeder. 1997, Ramzi is dan 4. Zijn Turkse vader zit in de gevangenis. Zijn moeder wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ramzi wordt onder toezicht gesteld, door deskundigen getest en van de een op de andere dag in een instelling geplaatst. Hij was agressief daar. Hij schopte en hij sloeg. Hij praatte niet. Ramzi spreekt geen Nederlands en begrijpt dus niet wat er van hem wordt verwacht. Maar deskundigen zien dat anders. Hij heeft gestoord gedrag. Dat liet hij daar zien. Hij is zwakbegaafd. Hij had een grote ontwikkelingsachterstand. Nou, en dus dat was de stempel. Vreemd genoeg is er toen nooit gekeken naar het rapport van het consultatiebureau. Daarin staat dat Ramzi tot dan toe juist een normale ontwikkeling heeft. Het 4-jarige jochie wordt in de jaren daarna van instelling naar instelling gesleept. Steeds weer tussen zwakzinnigen. Ze weten niet wat ze met hem aan moeten. Dan ben je nog geen 7, dan heb je... Ben je al in zoveel instellingen geweest? Nou, wat denk je dan? Dat je je lekker veilig voelt? Dat je je begrepen voelt? Nee, natuurlijk niet. Dus wat voor fundament heeft hij? Wat voor basis is daar gelegd? Ramzi is onhandelbaar. Ze hebben geen vat op hem. Hij wordt steeds vaker opgesloten in zijn kamer. Nou, ik was zeer moeilijk in mijn gedrag. Ja. Ik denk dat het kind het gewoon overneemt wat in de omgeving gebeurt.
Dan denkt de kind, ja, dat is misschien normaal gedrag en dan ga je dat ook vertonen. Het enige wat ik dacht, ik wil naar huis, ik wil weg hier, ik heb geen... Het is hier heel erg saai. Een dag duurde een jaar. Het was gewoon een beetje... een soort van hel, dat het zo erg saai was. Het enige wat ik dacht, is ik wil gewoon naar huis. We laten het verhaal zien aan hoogleraar opvoedkunde Hermans. U heeft waarschijnlijk vaker te maken met dit soort situaties. Dit kan niet waar wezen, dat gebeurt, is huiveringwekkend. Ja, dit is een natuurlijk een absurd verhaal. Het is gewoon een gevangenis, jeugdgevangenis, dacht ik. Een absurd verhaal, maar volgens Hermans geen uitzondering. Nederland is in Europa het land dat de meeste kinderen in internaten plaatst. Met alle gevolgen van dien. Nou, er zijn 22.000, misschien zelfs iets meer kinderen in Nederland die in internaten worden geplaatst ieder jaar. Dat komt omdat wij geloven in zeg maar, de expertise en de macht van deskundigen, van behandelaars, die een kind anders kunnen maken dan het is, of een kind beter kunnen maken dan het is. En dat is een misvatting. Dit is een afschuwelijke zaak. Ook kinderombudsman Mark Dullaert krijgt vaker met dit soort zaken te maken. Wij krijgen veel dossiers hier over ons bureau van kinderen gehandicapt, niet gehandicapt, die naar veel instellingen zijn geplaatst, waar op zo'n Hollands gezegd vaak mee gesold is en uiteindelijk waar de belangen niet van behartigd zijn. Ik denk vanaf mijn 12e dat ik door had dat de anderen verstandelijk gehandicapt waren. Maar tot die tijd, ja, ik dacht dat ik gewoon de slimste was of zo. Hoe zou ik zijn als ik gewoon wel een normaal leven had? Ik zou het echt niet weten. Niet spelen met kinderen, opgesloten zitten tussen de hekken van de instelling. En dan komt Beb. Zij neemt Remzi mee. Ze leert hem lezen, schrijven en rekenen. Ze leert hem het leven. We gingen ook naar allerlei dingen toe. Naar het Tropenmuseum, naar het Rijksmuseum, naar de Efteling, naar het strand. We deden gewoon heel veel. Hij moest ook zijn energie kwijt. En hij moest ook de wereld leren kennen, vond ik. Remzi bloeit op, maar jeugdzorg houdt vast aan de diagnose. Mentale retardatie, zwakzinnigheid. Ze kijken niet naar de ontwikkeling van Remzi, maar naar de uitslag van de test. Daarom zeggen ze tegen mij, hey, jij bent een breuk aan het leren, maar dat kan niet, want hij heeft een IQ van 75. Dat kan gewoon niet, dat kan hij niet snappen, hij raakt straks helemaal in de war. Beb laat het er niet bij zitten. Ze gaat de strijd aan en doet er alles aan om Remzi uit de instelling te krijgen. Ze schrijft brieven naar de voogd, naar begeleiders, naar kinderrechters en zelfs de inspectie. Maar niemand deed wat. Ja, het werd zo'n wel eens niet een spelletje tussen Beb en de instelling. Want zij zeiden, ja, hij is gewoon zwak begaafd. En Beb zei gewoon, het is niet zo, hij is gewoon normaal, intelligent. En hij heeft alleen moeilijk gedrag en een zware achtergrond. Dat is te verklaren, ja. En dat is ook nog zelfs te verklaren.